Hallo, ik ben Stefan Poeken, zelfverklaard humorhistoricus. En naast mij zit de wandelende comedy-encyclopedie van Nederland, Richard van Bilzen. Dag Richard, Hallo. alles goed? Ja, wacht. Het is geen 2020 meer, dus dat is al Nee, beter. voilà, we zijn in 2021, dus mijn beste wensen. En vooral de mensen die Insgelijks. aan het kijken zijn, ook onze beste wensen. En voor de mensen die nieuw zijn, we hebben het over onze en hopelijk ook jullie helden van de humor. En we doen dat aan de hand van wat wij in onze collectie hebben. Mijn collectie zie je hierachter. De collectie van Richard is te groot om in een kadertje te passen. Dus ja, die zal iedere keer een stukje nemen. Nou, ze kunnen een klein beetje zien ook in de Comics on Comics eindejaarsuitzending of Ah, nieuwjaarsuitzending. Daar heb je natuurlijk een ja. kleine cameo in, Ja, opgenomen in dat mijn is. bibliotheek. Ah, voilà. Dus zeker naar Comics on Comics kijken, de nieuwjaarsaflevering. Daar zie je Richard verschijnen. Ik ben de Goed. gast met die baard nog toen. Ja, voilà. Dus een halve kilo baard en haar eraf ondertussen. Ik ga beginnen. Ik ga het deze keer hebben over de collega's. En daar heb ik nog nooit van gehoord. Daar heb je nog nooit van gehoord. Nee. Dus dit is nu één box met drie DVD's. Wauw. Ja, maar er zijn Ook drie boksen, er zijn drie kleurrijk. seizoenen. Ja, ook. Dus dat staat er ook op. Het zijn VRT-klassiekers, of hoe heet het? Ja, VRT-klassiekers. En dat is een van de, ja, ik zeg maar, wat dat zeg eens A en consorten voor Nederland is qua grote naam, is de collega's voor ons. Maar het is wel een beetje een tragicomische serie. Dus er zat zowel drama in als humor. Bedacht door Jan Materne. Jan Materne was eerst een acteur. Acteursopleiding gevolgd voor de VRT. Toen nog de BRT. In het gezelschap in verschillende films en series meegespeeld. Dan is hij ook amateur toneel beginnen. Toneelstukken schrijven, regisseren. En op een gegeven moment had hij het concept van de collega's gepitcht aan de BRT toen nog. En de BRT was niet overtuigd. Dus het gaat eigenlijk over mensen die op een ministerie werken. Dus het is zo'n beetje een bureau setting waar ja, het dagdagelijkse reilen en zeilen van een dienst op een niet nader bepaalde ministerie getoond wordt. Moet ik dan een beetje En denken aan een soort van humor als Yes Minister en zoiets? ja, maar niet zo subtiel. Yes Minister was echt wel highbrow en met veel lagen erin. Het is veel volkser dan dat. En omdat de BRT dat eerst niet wou doen, heeft hij er dan een toneelstuk van gemaakt en werd dit gespeeld door de acteurs van het Mechels Miniatuurtheater. En dat was een succes. En de BRT is dan bijgedraaid. En dan hebben ze er wel een serie van gemaakt, drie seizoenen lang. Met de acteurs, grotendeels met de acteurs van het Mechels Miniatuurtheater. Dus, en dat was een mix. Ja. Waren dat professionele acteurs of Ja, dat was dat waren allemaal professionele acteurs. Dus dat was ja, een toneelgezelschap, een theatergezelschap uit Mechelen, zoals je er in Brussel en Gent en Antwerpen ook had. Maar in Mechelen was dat het Mechels Miniatuurtheater. En ja, dat werd een heel populaire serie, want dat waren personages die heel volks, heel herkenbaar waren. Je had een tweeling. René Verret en Manu Verret. Dat was een tweeling, maar doordat de ene in de serie een baard had en de andere niet, viel het niet super op. Hij was de chef, de bureauchef eigenlijk, of de afdelingschef. Een beetje een loser type. Jomme Doks was een klassificeerder, opsteller, klassificeerder. Dus die zat ja, allemaal fiches bij te houden. Was constant over zijn zoon bezig. Jomme deed het wel in het Mechels dialect, maar wel nog verstaanbaar. Philemon Percé, het personage van zijn broer, was een iets meer
een iets hogere status is. Die sprak ook wel Nederlands, maar ook met een zwaar Mechels accent. Had daar dan nog een directeur boven, Bob van der Veken, 10 pond, de tientonner in de serie. Dat was dan met een zwaar Antwerps accent. En je had nog een aantal andere personages. Je had een gangbode, Hilaire Baconfoy. Dat was dan een Brusselair. Dus Frans en Nederlands door elkaar. Gilbert Vanny en Jean de Pisser waren dan gewoon klerken. De ene een beetje de womanizer, die in deze MeToo-tijden niet veel... Ja, ik weet het, het is geen Adonis, maar toch was het een womanizer. Of hij dacht het toch dat hij was... Gilbert Vanny was meer de anarchist. Dat was dan Mandus de Vos speelde Bonaventure Verrastenhoven. Een homoseksueel personage. Ik denk zelfs het eerste homoseksueel personage op de Vlaamse tv. Maar op die moment werd dat nog niet echt zo benoemd, maar er waren veel allusies op. En dat was zo een beetje precies. En het moest mooi Nederlands zijn. En die verbeterde iedereen constant, dus en dan nog de secretaresse van de directeur, de koffie madame en zo. Dus dat waren zo archetypes, heel leuk, heel goede acteurs die heel populair werden, 3 seizoenen lang, van 78 tot begin 1981. Dat haalde 2 miljoen of meer kijkers, wat dat voor Vlaanderen zeer de moeite is. Maar ja, dat is zo een klassieker die al jaren in het collectieve geheugen zit. Er is ook nog een film gekomen in 88, denk ik. De collega's maken de brug over een brugdag. Dus vakantiedag, weekenddag, de brugdag. Dat ze opgesloten geraken in het gebouw van het ministerie. Wat eigenlijk van een idee is, een grap is van... de directeur en de gangbode, om de rest allemaal op te sluiten. En er zit dan ook drama en humor bij. Allemaal heel erg leuk. Er is ook trouwens een remake gekomen een paar jaar geleden, de Collega's 2.0, met totaal andere acteurs, maar wel met een aantal acteurs die een cameo doen in het personage dat ze toen gespeeld hebben. Maar... geregisseerd door Jan Verheyen, heel goede regisseur, een van de topregisseurs van Vlaanderen. Maar het kon toch niet tippen aan het origineel, want je had nieuwe personages, ook allemaal goede acteurs. Maar toch merk je ergens van, we willen nieuwe personages doen, maar ze moeten toch ergens nog de karakteristieken gemengd hebben van bepaalde personages van vroeger. En ja, het was zo'n beetje... Het heeft me niet helemaal bekoord, maar er zijn veel mensen die de film ook leuk vonden. Jan Materne heeft, als deze serie gedaan was, ook nog een andere serie geschreven, Het Pleintje, met allemaal mensen die rond een plein wonen, een rechter, een pastoor, 2 cafés. Hij had de kant van de pastoor, had de kant van de rechter, het gelovige en het wereldse tegen elkaar. Met een kruidenier er nog bij, een politieagent, een schilder, een artiest. Geen slager? Mensen van de kerk van... nee, het was een kruidenierswinkeltje, dus die hadden het ook al. Een postbode, een politieagent met de families en al erbij. Dus dat was ook heel leuk, dat was zelfs nog een groter succes. Dan de collega's. Okay. En een aantal van, ik moet nu wel zeggen, de meeste van de acteurs zijn ondertussen overleden. Zelfs afgelopen jaar hebben we er 2 in de kerstvakantie nog. Jackie Morel, die Hilaire Baconfoy speelde, die is overleden op 88-jarige leeftijd, denk ik, aan Alzheimer, als ik me niet... of Parkinson. Nee, ik denk Alzheimer. Sabine, mijn vriendin, weet het goed, omdat ze de dochter van Jackie Morel kent. Dus die gaat me nu doodslaan als ze zegt van, allee, ik heb u zoveel gezegd, we weten nu nog niet of dat Alzheimer of Parkinson is, maar de mens is helaas dood. Johnny Vonders, die hier nu op te zien was, speelde daar ook een rol in. Die is in het begin van vorig jaar overleden aan kanker. Dat heb ik nogal verbericht op Zwarte Kat. Ja, voilà. Dus, en over Jackie Morel niet. Nee, ik ken Johnny Vonders wel, Van de Kampioenen. Juist. Ja, wel. Dus
Ja, Johnny Vonder speelde inderdaad in FC De Kampioenen, maar ook Jacques Van Assen, die speelt Fernand. Tuur de Weert, die speelt Maurice. Dus die zijn al, ja, die gaan al bij wijze van spreken eeuwen mee. Maar ja, ondertussen blijven er niet meer over. Van het plaatje hier hebben we alleen nog René Verrette die nog leeft, Jacques Van Assen en Tuur de Weert en Nelly Roziers. En al de rest is ondertussen in een ander universum de mensen aan het entertainen. Ja, het is ook al bijna 40 jaar later natuurlijk. Ja, dus je hebt zo een Britse serie, Last of the Summer Wine. Oh, ja. Van in de, die was wel een, dat was een sitcom van in de jaren 80. En ik herinner me nog, we hebben het ooit gehad over de May Whitehouse Experience. Daar zat dan een stukje in dat de jongens van de May Whitehouse Experience zaten te kijken naar tv en dat was het item Things People Say When Watching Television. En ze zaten dan naar Last of Summer Wine te kijken en ze zeiden van, he's dead. He's dead. Dead also. En op een duur, hier kun je eigenlijk hetzelfde gaan zeggen. Er blijven er niet veel meer over. Dat, wat je trouwens net vertelt, van dat mensen zeg maar, dat je mensen ziet die tv kijken, dat is nu gewoon een tv-format, hè, Ja, dat is in Engeland. inderdaad een tv-format. En eerder serieus, maar ja, dat was, ja, ik bedoel, niet gescript, laat ik het zo zeggen. Niet gescript als comedyprogramma, maar eerder van mensen die aan het kijken zijn en die gewoon zeveren en leuteren over Ja. wat dat ze zien. Ik moet trouwens zeggen, ik hoorde eigenlijk pas van Last of the Summer Wine toen de stem van Wallace. Wallace, ja. Wallace. Ja, Peter Gromit is Gromit. Sellers. Ja, Ja, precies. Grom. Toen hij doodging, toen hoorde ik eigenlijk pas van het bestaan van die serie. Maar dat Ja, gaat inderdaad al een 30 jaar mee of zoiets. jaren 70, jaren 80 was die serie. Ik heb er eigenlijk nooit iets van gezien. Ik weet dat Peter Sellers erin meespeelde, maar dat ging allemaal over ja, bejaarde mannen. Dus Ja. ja, Ik ga die waren allemaal nog, dat waren veertigers of dertigers in de Ja, serie. precies. Maar Last of Ja. the Summer Wine, die waren allemaal 60, 70 al. Ja, Dus. die serie ga ik niet inhalen. Nee. Veruit de beste acteur vind ik, het zijn allemaal toppers, maar veruit de beste acteur vind ik Tuur de Weert. Ik ben een ongelooflijke, onvoorwaardelijke fan van Tuur de Weert. In alle rollen dat hij ooit gespeeld heeft op tv, op theater heb ik hem helaas niet bezig gezien. Maar ik vind dat die man zo'n fantastisch mooie stem heeft. Dus ik kan, ja, hebt een aantal acteurs en actrices waar je zegt van. Dat is nu een keer een mooie stem Ja. dat je kunt blijven naar luisteren. En ja, en wel, die man, Tuur de Weert, die heeft een fantastisch mooie stem en is altijd leuk om naar te kijken. Dus ik hoop dat degenen die nu nog overblijven, dat ze het nog lang volhouden en dat Tuur 200 jaar wordt of zo. Dus dat we kunnen blijven, ja, je kunt sowieso blijven genieten van. Er is een box van de collega's. Er zijn genoeg boxen van de kampioenen. Van het pleintje weet ik niet. Dus moesten er mensen zijn die dat weten, mag het altijd in de comments laten weten. Trouwens, wat dat ook altijd heel leuk is en veel geparodieerd is, is de begingeneriek van de collega's. En die vind je ook op YouTube, maar ik zal die link even in de beschrijving zetten. Oké. Voilà. In hoeverre lijkt het ook nog een beetje op andere shows? Bijvoorbeeld debiteuren, crediteuren, ken je dat? Ja, Of ik ken dat, maar Dolphus? dat. Ja, de enige vergelijking is dat het een kantoorsetting is. Debiteuren, crediteuren. Ik heb er vrij weinig van gezien, maar dat was meer absurd, dacht ik. Oh, dit is wat serieuzer, wat levensechter, zeg maar. Ook al waren het karikaturen, het was wel levensechter. En ja, een dramedy is een tragicomische reeks waarin dat er gevoelige dingen zaten, waar dat er ruzies waren, waar dat er humor zat, waar dan er wrijvingen zaten. Dus dat was echt wel heel leuk. Ja. Gênante dingen, gelijk dat je dat dan meer in The Office had, zat er ook af en toe een keer in, maar niet het subtiele gênante, maar dat was gewoon meestal. Het personage van Manu Verrette, Jean Madox, die dan eigenlijk een beetje de pispaal was van iedereen. Maar ja, je kunt het eigenlijk niet vergelijken met die dingen. Ik zal ongetwijfeld wel
iets vinden op YouTube van een aflevering of een fragment, dan zet ik dat ook in de beschrijving. Oké, okay. Nou, anders ga ik ook net al even op voilà. YouTube. Dus mensen, laat het ons zeker weten. Zijn jullie fan van de collega's? Ja of nee, laat het weten. En wie is jullie favoriete collega? En wat vonden jullie bijvoorbeeld van de collega's 2.0? Ik ben benieuwd, zet het allemaal maar in de comments. Goed, Richard. Ja. Hoe heb jij? Nou, ik weet het eigenlijk al wat staat op bord, maar precies. Zeg maar. Ja, nee, als je het hebt over mensen waarvan je hoopt dat ze nog heel erg lang meegaan, ja, dan is dit er zeker eentje van. Ik zal je af en toe even wat dingetjes pakken. Dit is volgens mij iets wat je zelf ook al een keer hebt laten zien. Dat ja, is geloof ik dat ook heb in ik je. Ook. Ja, ja dat okay. Ligt daar ergens. Precies, met het bandje erbij. Ja. Hier staan Jack Spijkerman, Jeroen van Merwijk, Diederik van Vleuten en Erik van Muiswinkel op. En dit keer ga ik het hebben over Jeroen van Merwijk. Ik zei net toevallig nog tegen je voordat we gingen beginnen. Ik was op zoek naar de eerste voorstellingen die ik ooit heb bezocht. Dat was in 1994, 93, 94, 95. En ik heb het later inderdaad opgezocht. En het was volgens mij 94 dat ik naar de voorstelling Een Avro, dit is ook maar een mens, van Jeroen van Merwijk ben gegaan. En volgens mij was Lebbes en Jansen net iets eerder, maar ongeveer die tijd. En ik heb uiteindelijk Ja. in de kranten heb ik de aankondiging opgezocht. Dus ik wist precies wanneer ik ben geweest. Maar ja, moeten we even terugzoeken. Ik kan het even niet snel vinden. Maar goed, het is dus een van de twee eerste voorstellingen die ik ooit echt bewust in een theater heb gezien. Dus niet waar ik toevallig in beland was of op tv kwam. Wat op tv kwam. En ja, vanaf dat moment ben ik eigenlijk altijd wel een beetje gaan volgen. Dus dit zijn bijvoorbeeld de cd's, deze trouwens ook, die in ieder geval vooraan lagen. Ik heb er meer, maar dan moest ik te veel graven. En zeker cd's zitten allemaal echt bij mij echt hermetisch in de kast gepropt. Want ik heb ze allemaal gewoon geript, zodat ik ze wat makkelijker bij kan. Maar hij heeft altijd hele mooie liedjesprogramma's gemaakt. Vanaf 19... misschien ga ik even terug. Hij heeft de kunstacademie gedaan. Hij is eigenlijk schilder. Alleen hij was altijd al heel muzikaal en maakte veel liedjes. En op een gegeven moment is hij samen met Kees Rutgers de cabaretgroep Meester Cornelis begonnen. Nou, dat was uiteindelijk een samenwerking die niet een heel lang leven beschoren was. Volgens mij één programma. En toen is hij vanaf 1987 zoiets, is hij zelf voorstellingen gaan maken. Zijn eerste voorstelling heette Van Ouwe Hoer tot Troubadour. Zijn tweede was Geef mij mijn sperma terug, geloof ik. Dat is overigens dat is wel grappig. Als je die voorstelling gaat opzoeken, je kan niet op het woord sperma zoeken. Dus als je op Spotify kijkt, dan is het Geef mij mijn terug, Jeroen van Merwijk, en dan vind je hem wel. Het woord sperma wordt gecensureerd. Amerikanen, echt achterlijke idioten. Maar goed. En daarna kwam dus een Afro-lid, is ook maar een mens. Nou, daarvoor, voordat hij echt naar het theater ging, heeft hij ook heel veel radio gemaakt. Dus dit was niet geheel nieuw. Hij heeft ook later nog samen met Bavo Galama heeft hij een satirisch radioprogramma gemaakt, heet Radio Magnolia. En toevallig in voorbereiding hierop heb ik nog een fragmentje teruggevonden. Dus dat kan ik straks nog even toesturen. Dat kan dan ook onder de uitzending. En dan hoor je hem als de, geloof ik, 70-jarige... van Ipperen heet hij, geloof ik. Ja, dat zit ik er allemaal wel bij. Jeroen is altijd lekker doorgegaan met de programma's maken vanaf 1987 af. Altijd een beetje in een personage. Je hebt hem nooit echt helemaal zelf op het podium gezien. Dus als je naar zijn voorstelling ging, dan zag je een soort van arrogante, heel zelfverzekerde, elitaire, op anderen neerkijkende man die eigenlijk vervolgens hele mooie liedjes maakte. Dus het was of heel satirisch, dus een klassieker is één oorlog tegelijk. Dat is nog steeds een van zijn beste liedjes, waarbij hij eigenlijk pleit van, joh, we hebben al zoveel toe, gewoon even één oorlog tegelijk, zoals vroeger met het Derde Rijk, dat soort teksten. En andere liedjes zijn bijvoorbeeld weer heel erg absurd, dus ik zag laatst een ding staan. Ik ga even geen teksten verpesten van hem. Daarnaast ook gewoon hele mooie liefdesliedjes.
Dus dat verbaast je misschien als je kijkt naar het personage, maar dat zat er echt allemaal in. Dus het waren altijd wel gevarieerde programma's, in ieder geval qua tekst. Het gitaarspel, dat leek allemaal wel een beetje op elkaar, mag ik misschien helemaal zeggen. Maar ja, dat is natuurlijk vrij eentonig als je maar één instrument hebt. Nou, later is die wel veel meer gaan variëren. Is hij ook bijvoorbeeld een elektrische gitaar gaan spelen. Dat is niet eentje die ik toevallig naar boven heb gehaald. Maar bijvoorbeeld, dit is een CD waarin wat meer rockversies van zijn programma's zijn opgenomen. En oh, dit is trouwens ook nog een samenwerking met een vriend van hem, Harry Jekkers. Is dat goed te zien? Zo. Daar heb ik trouwens ook de DVD hiervan liggen. Hij heeft ook meerdere samen. Hij is altijd een beetje een clubjesman geweest, toch wel. Altijd zo, bijna altijd solo op het podium gestaan. Behalve dan met Harry Jekkers en met Kees Rutgers en met Bavo Galama heeft hij een voorstelling gemaakt. Maar hij heeft ja, met Spijkers met Koppen, Kopspijkers heeft hij aan meegewerkt. Hij heeft volgens mij ook bij tal van andere programma's. Ik weet niet of je nog weet dat in 2008 protesteerde Erik van Muiswinkel tegen de Olympische Spelen in China. En heeft hij zich zeg maar bewogen om mensen van ja joh, dus boycott het nou. En later samen hebben ze nog het programma Het Schone Schijnenkehuis op tv gebracht. Waar je eigenlijk een beetje een kopspijkersachtige setting had. En dat was dan een laatste poging van mensen om ja, gewoon te bewegen om niet te gaan. Tevergeefs, helaas. Maar ja, altijd dat soort dingen heeft hij wel gemaakt. En Het lijkt als figuur een Einzelgänger, maar hij heeft heel vaak samengewerkt, hè? hey, het was gewoon in het echt een hele plezierige man. Met inderdaad gewoon wel altijd heel erg stijfkoppig met zijn ideeën, begrijp ik wel. Hij heeft later, met bijvoorbeeld ook met Erik van Meijswinkel, heeft hij. Hoe heet het programma nou? In ieder geval bij de NRU. Was de vader de Heilige Geest of zoiets? Even kijken of ik het hier kan zien. Het irriteert me dan weer, dat staat niet uit mijn hoofd. Ik denk dat dat beter van niet was. Ja, want dan, daar speelde hij H de Geest. Oftewel de Heilige Geest. En hij heeft later ook nog, dat is een ander boekje hier zo, opgezet, zeg maar, deze, ik zou bijna zeggen, documentaire-achtige serie Mannen voor Vrouwen. Waarbij de mannen even gingen uitleggen hoe het nou precies zit met hen. Voor de vrouwen. Dat is natuurlijk wel zo handig. Dat hoeven zij het niet te doen. En hij, ja, andere boekjes, bijvoorbeeld Knap Stom, dat is over nitwits. En even kijken, hij heeft ook, er zijn allemaal bundelingen van boeken die hij heeft geschreven, van teksten die hij heeft geschreven. Wat zijn de vrouwen groot? Wat zijn de vrouwen zo? Wat zijn de vrouwen groot? Ik ging naar Dat zijn dan was naar. allemaal teksten. Dat Nee, zijn dus maar. allemaal teksten uit zijn shows. Laat me even de teksten vertellen. Wat zijn de vrouwen zo? Wat zijn de vrouwen groot? Ik liep laatst op het strand, ik dacht dat er ligt een rondvaartboot. Nou, afijn. Dat bedoel ik dan, hè. Laat mij zijn teksten niet vernachelen. Nou, even kijken. Dit waren de. Hij schreef ook heel veel columns. Dit columns zijn. Dit lees je nooit. Hij heeft ook een tijdje columns willen schrijven voor. Oh, die heb ik dan weer net niet hier liggen. Dat is jammer. Hij heeft op een gegeven moment een column geschreven voor De Telegraaf. En die reageerde niet. En toen dacht hij van. Ah, ik ga gewoon gratis columns voor ze schrijven. En daar heeft hij een heel boekje van. Dus als die man. Als je ook naar zijn werk kijkt, zijn schilderwerk. Het is een man, als hij ergens een idee heeft, hij gaat gewoon door en door en door. Dus dat is heel erg leuk om te zien. Hij heeft ook veel meningen. Hier is bijvoorbeeld een boek van hem met de grootste denker van de wereld, geloof ik. Denker van Nederland over het mooiste land ter wereld. En hij heeft hier nog een boekje. Even kijken. Ja, dit is natuurlijk een eer. Mijn site staat erop. Zie, zwarte kat. Dus dit gaat over zijn transgender kat. En dit is ook een voorstelling geweest. En hij speelde beide rollen. Dus hij was aan de ene kant van Jeroen van Merwijk, aan de andere kant speelde hij Lucky. En dat was apart. Ah, leuk. En hij heeft, ja, even kijken hoe ik het goed zeg. Vorig jaar heeft hij, nee, sorry, 2019 heeft hij een voorstelling gespeeld. Waar hij eigenlijk een oudejaarsconferentie wilde maken, maar dan gezongen. En dat was volgend jaar maar vast voorbij. En daar heeft hij dus elke dag heeft hij een actueel lied geschreven. En vervolgens heeft hij een selectie van de liedjes heeft hij dan vervolgens in het programma gezongen. En ja, hier
krijgt eigenlijk een beetje wat vervelende wending, het verhaal. Want een van zijn laatste voorstellingen die hij hiermee speelde, dat was in de Kleine Comedie in Amsterdam. En op een gegeven moment toen merkte hij dat hij zeg maar iets in zijn buik voelde. Ik weet niet of vertel ik nou jou iets nieuws of. Nee, hij is ziek, hè? Ja, precies. Maar hij voelde op een gegeven moment iets in zijn buik. En toen bleek hij dus, na onderzoek bleek hij darmkanker te hebben. Met uitzaaiingen naar de lever. En ja, al vrij snel werd op een gegeven moment duidelijk dat dat niet meer te genezen is. Dus hij heeft uiteindelijk een heel medisch circus, zeg maar, doorgemaakt om te kijken van nou, in hoeverre kunnen ze zeg maar, zijn leven verder rekken. En dat ging op zich in het begin heel erg goed. Dus hij heeft op een gegeven moment plannen gemaakt om toch weer een oudejaarsconferentie te maken. Maar goed, toen was het hele corona nog niet zo ellendig. Maar op een gegeven moment, ik geloof ergens in de zomer, ik hoorde het eigenlijk pas in augustus, maar toen bleek dat de behandelingen toch niet echt meer aansloegen. Dus de chemokuur deed zijn werk niet meer. Dus uiteindelijk was het niet echt meer haalbaar, toen nog niet, dus even los van corona, om nog een voorstelling te maken. Dus dat is Ja. uiteindelijk afgelast. En hij is vervolgens naar zijn huis in Frankrijk getrokken. Volgens mij hebben ze alles in Nederland achtergelaten. Als ze het niet verkocht hebben, maar om zijn dagen daar te slijten. Heel ellendig om te zeggen. Maar betekent niet dat hij heel erg passief is geworden. Hij heeft bijvoorbeeld dit boekje nog Ja. uitgebracht, Kanker voor Beginners. En dat is een beetje rottitel natuurlijk, maar het schijnt wel een heel erg leuk boek te zijn. Ik heb het eerlijk gezegd nog niet durven lezen. Ja. Dat komt nog wel een keer. Maar het is een hele bijzondere man. Want waar ik het nog helemaal niet over gehad heb, is dat hij gewoon een kunstenaar is. Dus hij heeft de kunstacademie gedaan. Hij is altijd bekend geweest, zeg maar, vanwege zijn cabaretwerk. Maar hij heeft continu ook gewoon geëxposeerd als Malfet bijvoorbeeld. Dat was dan altijd van soms dan had hij ineens een groepering bedacht. Nieuw Elitair Elan is ook een vinding van hem. En hij heeft altijd van hele precieze tekeningen gemaakt. Dus als je bijvoorbeeld wel eens werken van hem ziet, dan gaat hij erg zitten en dan, ja, het is bijna zo van hij tekent het gewoon compleet vol. Er zit natuurlijk wel variatie in, maar zeker zeg maar de werken die ik de laatste tijd van hem gezien heb. Eigenlijk alles wat de hele ondergrond moet eigenlijk niet meer herkenbaar zijn. Dat is het wel een beetje. Daar moet je van houden. Soms dan levert het prachtige dingen op. Soms denk je van, dat vind ik zelf wat minder. Maar goed, dat is echt puur afhankelijk van je smaak. Maar hij heeft bijvoorbeeld ook een heel theaterdoek ooit een keer geschilderd. Van 10 bij 8 meter. Compleet vol, op basis van een lied van hem. Dus daar staat een video van online. Dus de link zal ik naartoe sturen. Maar het is prachtig om te zien. En hij heeft ook bepaalde boeken heeft hij uitgebracht met inderdaad de werken van hem. Dus het is een hele andere kant van hem. Maar ja, tezamen is het Jeroen van Merwijk. En het is toch wel heel bijzonder om te zien zeg maar, hoe iemand zo zijn hele leven creatief kan zijn. Wat laatst ook wel heel bijzonder was, is dat. Want hij woont dus nu in Frankrijk. En je moet ook weten, om een beeld te geven van wat voor bijzonder vent hij is. Ken jij de 14e Reet-trofee? Nee. Nee? Nou, op een gegeven moment, Herman Finkers, die is ook ziek. Die heeft gelukkig een behandelbare ziekte, maar daar ging het ook een tijdje slecht mee. En toen was er bedacht, van, we gaan hem een veer in de reet steken, een hart onder de riem steken. Maar dan heeft Jeroen van Merwijk, of hij het zelf gemaakt, voor mij heeft hij het laten maken, maar die heeft dus bedacht dat er een zo'n grote reet is met een veer erin. En die zijn ze dan met een hele bus vol cabaretiers zijn ze naar hem toegereden om hem die trofee uit te reiken. Prachtig, toch? Dat is hartstikke leuk. Wie Heel leuk. verzint dat nou? En later hebben ze bijvoorbeeld, dat was eigenlijk eenmalig bedoeld, maar later bleek Joep van het Hek dus ineens na het hartproblemen te hebben. Dus nu is de prijs voor iedere cabaretier die ziek is. Nou ja, de prijs is toen wel naar hem gegeven. Maar goed,
Ik wist niet dat die prijs ooit door. Ik wist wel van dat het uitgereikt was door, met een hele groep, met een hele bus aan cabaretiers, zeg maar, aan Herman Finkes. Maar ik wist niet dat Jeroen Vermerk de prijs verzonnen had. Dus toen ik hoorde van zijn ziekte, toen heb ik een paar mensen benaderd. Zo van, joh, is het niet een idee om die prijs aan hem te geven? Maar ja, goed, het is natuurlijk een beetje raar om een prijs die je zelf verzonnen hebt, dan uiteindelijk zelf te krijgen. Dus dat is niet gebeurd. Maar wat wel gedaan is, zijn er eigenlijk een aantal vrienden zijn bij elkaar gekomen. En die hebben dus ieder een eigen selectie gemaakt van wat hun favoriete lied is van Jeroen Vermerwijk. En dat hebben ze ingezongen. Het was een idee van Herman Finkers. En dat leverde deze CD op. Leven van Merwijk, vrienden zingen Jeroen. Oh, fijn. En dat is bijvoorbeeld gezongen door Pavel Galama, Diederik van Vleuten, Mike Baudet, Kees Thorn, Jack Spijkerman, Neur, Dolf Jansen, Paul van Vliet, Pieter Bouwman, Erik van Muiswinkel, Katinka Poldermann, Hans Dorrestein, Herman Finkers, Milou Frenke, Harry Jekkers. En ja, ook een lied zeg maar met hen allemaal. En dat lied wat ze allemaal zingen, dat heet Ik Geloof. En dat is op YouTube te vinden. Dus ze hebben allemaal individueel zeg maar, opnamen van elkaar gemaakt. En dat is dan vervolgens weer in een clip zeg maar, bij elkaar gebracht. Dat is heel mooi om te zien. Je stuurt het mij door, we zullen het er weer Absoluut. onder zetten. En ja, deze CD is dus eigenlijk gewoon als een complete verrassing voor Jeroen van Merwijk zelf aan hem overhandigd. En dat vond hij, ja, dat was geweldig. Kan Jack Spijkerman zingen? Ja, best wel. Nou, Oh, ja? vroeger heeft hij in een cabaretgroep gezeten, hij heeft Dubbel Ja, en ik weet Dwars, daar heeft het. hij meerdere liedjes gemaakt. Ja Ja, hoor. oké. Ja. Ja. Beter dan Dolf Jans. Maar in ieder geval, nee, het is een prachtige CD en iedereen heeft er gewoon echt een lied gekozen wat bij hen past. Of in ieder geval wat ze zelf heel erg mooi vinden. Toen hij hem kreeg, toen zei zijn broer ook van, hij heeft voor het eerst echt dat hij zo stil is. Dat maakt je eigenlijk normaal gesproken nog meestal altijd wel een prater. Maar ja, dus daar was hij wel erg door ontroerd. Nou was het, dan denk ik van, ah, dat is toch wel een prachtig moment. En ja, toen stonden er ineens nog twee broers zeg maar voor zijn deur. Maar gewoon echt, ook in Frankrijk, niet via beeld en zo. Maar gewoon echt in Frankrijk zelf. Want wat bleek nou? De Edison. Of de Edisons, het bedrijf achter de Edisons, heeft uiteindelijk zeg maar, het wijze besluit genomen om hem de Edison Oeuvre prijs Kleinkunst te geven. Een prijs die al sinds Mooi. 2014 niet meer werd uitgereikt. Eigenlijk bestond hij niet meer. Maar speciaal voor hem hebben ze die prijs weer ja, in ieder geval, ingevoerd, laat het zo zeggen. En hem uitgereikt. En het was wel bijzonder, want hij heeft eigenlijk nooit zo heel erg veel prijzen gekregen. Hij heeft wel de Annemarie Schmid-prijs gekregen. Maar ja, dat was het dan een beetje. Hij heeft ooit in 1988, zeg maar, in de begintijd, heeft hij meegedaan aan het Amsterdamse Kleinkunstfestival. Volgens hem zelf is hij geëindigd op de 88ste plaats of zoiets. Maar ja, dus het was wel heel erg bijzonder dat hij zo'n prijs kreeg. En je ziet hem op zijn Facebook, zie je hem inderdaad ook samen met twee van zijn broers. En dat is toch wel heel mooi gezien. Dus hij was, ja, daar was hij toch wel heel erg blij mee. Ik las daarna las nog een keer een Facebook. Je volgt hem zeker op Facebook trouwens, hè. Oké. En ja, ik zei dat ik geen teksten van hem wil vernachtelen, maar ik wil eigenlijk wel even één tekstje, 1, 2, 3, 4, 5 coupletten zijn het, even voorlezen. Want het was wel toepasselijk, want er komt nog een boekje aan in de reeks Literaire Juweeltjes. Ik weet even geen titel, maar dat komt eruit van kleine boekjes. En je kunt proberen om er één te bestellen, maar je krijgt echt zes, geloof ik. Dat is wel een beetje onhandig, maar goed. Oké. Ja, rare uitgever. Nou zullen mijn memoires nooit eruit komen, vrees ik. Maar in ieder geval, zijn vrouw die was door het boekje aan het bladeren, wat gewoon echt net binnen was. En net 2 dagen daarvoor had ze dus die Edison gekregen. En toen moest ze lachen, want er stond deze tekst in. Ook dit jaar zijn de Edisons vergeven. Ook dit jaar zat ik er dus weer niet bij. Ook dit jaar heb ik dus weer alles gegeven. Ook dit jaar gaat hij aan mijn neus voorbij. Al heb ik dan wel nooit een hit geschreven, ik droeg op mijn manier toch ook mijn steentje bij. Ik heb een authentiek gedachtenleven en in dagelijks een lied ben ik een kei. Ik sta als zeer betrouwbaar aangeschreven. Niemand kent zijn taal zo goed dan mij.
Ik ben heel vaak bij moeder thuis gebleven. Ik ben bij goede doelen vaak van de partij. Een echte misdaad heb ik nooit gedreven. Wat ik deed was je reinste spielerij. Ik word door idealen voortgedreven. Ik wil een lieve mooie maatschappij. Er zijn voor mij geen Edisons om naar te streven. Er is maar één ding dat telt en dat ben jij. Ik heb een Edison voor met je samenleven en een Edison voor hoe ik met je vrij. Mooi, hè? Ja, hij heeft echt hele mooie teksten geschreven. Ik zou zeker aanraden om welke bundel van hem gewoon aan te schaffen. En ja, het is zo ontzettend veel. Ik hoop dat er nog een keer een hele mooie plus. Zo vroeg had je van die plus-uitgaven, dat die er nog een keertje komt. Waarschijnlijk wel. Hij heeft genoeg fans, dat is wel gebleken. En kijk af en toe ook gewoon weer bij bijvoorbeeld de NPO Extra series, wat af en toe kanalen, want af en toe komt bijvoorbeeld de Bende van Vier voorbij. En daar zit hij ook Ah, in, oké. samen met Maarten van Roosendaal, nou, Kees Toorn en Theo Nijland. Ja, oh, Ja. stuur gerust een aantal dingen door. Ik zal ze in de beschrijving zetten. En mensen, laat ons weten wat jullie vinden van Jeroen van Merwijk. Kennen jullie hem? Kennen jullie hem niet? Wat is het favoriete werk dat jullie van Jeroen kennen? Is dat zijn solo-shows? Zijn dat zijn samenwerking met andere cabaretiers? Laat het zeker even weten in de comments, in de beschrijving. Vind je dan meer info? Die krijg ik van Richard nog door. Die komt er zo meteen op. Goed, het zit erop voor deze week, maar het zit er voorlopig ook op voor jou, Richard. Want net voor we in opname gingen, zei je dat je er even tussenuit moet. Noodzakelijk. Ja, ik heb voor de mensen die Zwarte Kat volgen, ik heb een tijdje geleden heb ik ook ja, de podcast even on hold gezet. Want het hele Zwarte Kat is eigenlijk is zo'n hobby. Dit ook. Ik krijg hier niet voor betaald. Ik krijg hier Nee, niet. ik ook niet. Ik verdien er ook niks aan. Het is voor de fun. Ja, precies. En ja, eind september was de koek eigenlijk gewoon even op. Want ja, mijn werk was gewoon heel erg druk. En nu nog steeds een beetje druk. En het was gewoon even op. Weet je, ik was gewoon echt oververmoeid. Dus de tank was leeg eigenlijk. En ik zit eigenlijk nog steeds een beetje op zo'n laagje qua tank. En ik merk gewoon dat als ik gewoon niet een aantal dingen gewoon echt even tijdelijk on hold zet. Want ik ben hier. Af en toe, als je terugkijkt, af en toe ben ik een paar weekjes inderdaad heb ik gemist. Heb ik dat gewoon door willen zetten, want dit is gewoon leuk om te doen. Alleen ik merk gewoon dat als je dit doet, weet je, dat is een high, maar de lows zijn dan ook echt wel heel erg low. Dus ik moet gewoon even een modus vinden waarop ik gewoon weer goed kan bijtanken. Ja. En ja, ik weet niet wat er nog meer voor nodig is. Ik ga in ieder geval Zwarte Kat blijven gaan maken. Ja, Alleen, het boeien. is een. Ja, ik ben Zwarte Kat maken en ik blijf gewoon werken. Dat Dus. is al, daar heb je al je handen mee vol. Hè. Dus ik heb daar Ja. zeker alle begrip voor. Ja, je zei het me net voordat we in opname gingen. Dus ik heb eigenlijk nog niet direct volledig nagedacht over alternatieven. Ofwel wachten we gewoon. Stoppen we effectief met de Comedy Connoisseurs totdat je terug bijgetankt bent en zetten we het dan verder. Maar misschien dat ik ook nog ergens een alternatief bedenk in afwachting van je terugkomst. Dus ik weet het nog niet. Ik krijg het nu pas te horen of een half uurtje geleden ongeveer te horen. Dus ik moet even nadenken wat ik ga doen. Dus beste mensen, het kan zijn dat er volgende week geen nieuwe aflevering is of een hele tijd geen nieuwe aflevering is totdat Richard terug is. Maar het kan eventueel ook zijn dat volgende week of in een van de komende weken dat ik nog wel met een ad interim alternatief kom in afwachting van de grote terugkomst van Richard. Dus, maar ik zal jullie op de hoogte houden. Word misschien ondertussen ook lid van de Facebookgroep, de Comedy Connoisseurs. Daar zal ik het zeker in vermelden. En hou ook zwartekat.nl in de gaten, mocht er een alternatief komen of Richard komt terug, dan zal dat zeker ook op zwartekat.nl vermeld worden. Dus zo blijven jullie op de hoogte. Maar voorlopig, ja, kan ik niet zeggen wat de toekomst brengt, alleen dat ooit deze combi
terugkomt als Richard volledig bijgetankt is. En neem daar gerust alle tijd voor. En dan pikken we de draad weer op. Top, doen we. En voor de mensen die dit leuk vonden, geef een duimpje, abonneer je. Laat gerust comments achter en hopelijk zien we elkaar heel snel terug. En Richard, hopelijk ben je snel weer bijgetankt. Ik hoop het ook. En dan gaan we het zeker hebben over toen... Dan Aykroyd? Toen hij nog grappig was dan, hè? Dus voor 1985. Ja, ja. Ja. Oké, okay, dus jij dan tot 85 en ik na 85 dan. Ik heb een goede deal. Of ik mag gewoon een zoveel weken durende special over Dan Aykroyd. Meneer, dat gaan we de mensen niet aandoen. Dat gaan we niet aandoen. Ik spaar het wel op. Goed, beste mensen, hou jullie goed. Prettig 2021. Laat ons hopen dat we heel snel weer alles mogen doen wat we in 2020 niet mochten. Precies. En hopelijk komen we snel terug. Voilà. Ja, want je bent een fuifbeest, hè. Echt? Richard is party animal tot en met. Maar alleen als zijn tank vol is. Nu voorlopig even niet. Dat is waar. Voilà. Goed, beste mensen, tot snel. En in afwachting van een alternatief of de terugkeer van Richard, kijk gerust ook naar Comics on Comics, mijn andere YouTube-show. En daar wordt er ook gelachen en over comedy en over geeky stuff gebabbeld. Dus we zien elkaar heel snel terug. Salut! Doei!